Stadsbader is een familiaal aannemer en topspeler op de markt van openbare werken en industriële projecten voor zowel grote bedrijven als KMO's. Stadsbader Infrastructuur voert grote grondwerken uit. Het aanleggen, onderhouden en verfraaien van wegen, autosnelwegen, bruggen en tunnels, haveninfrastructuur, waterzuiveringsstations, luchthavens, doortochten van steden en gemeenten, pleinen, spoorwegen en waterlopen. De Leiendoortocht in Kortrijk was een ingrijpend project voor de stad, met de aanpassing van de loop van de rivier voor grotere binnenschepen, de aanleg van nieuwe kaaimuren, wandel- en fietspaden, wegen en bruggen en zelfs een skatebowl. In Zandvoorde werd een nieuwe skilerpiste aangelegd van 200 meter lang en 6 meter breed, met hellende bochten en een zittribune. Legde Stadsbader een aanlegplaats voor plezierboten en een kade met wandel- en fietspad, een brug en een kerkplein aan. Stadsbader voerde het grootste autosnelwegproject van de laatste 5 jaar in ons land uit. De heraanleg van 11 kilometer E17 tussen Deinze en Zwijnaarden in 6 maanden. Vanavond starten grote wegwerkzaamheden op de E17 tussen Deinze en De Pinte in Oost-Vlaanderen. De komende maanden wordt het wegdek daar vernieuwd en dat zal veel verkeershinder veroorzaken. Sylvie Serien van Wegen en Verkeer. Concreet betekent dat voor de weggebruikers dat het verkeer op 3 versmalde rijstroken gaat, zowel richting Gent als richting Kortrijk. En ook voor de mensen die vaak de op- en afritten aan complex De Pinte nemen, zal er een en ander wijzigen. In de eerste fase die nu start en die loopt tot halverwege april, zal enkel nog de afrit richting Kortrijk open blijven. De hele autoweg werd vernieuwd. Een nieuwe fundering in walsbeton, een tussenlaag in asfalt en 25 centimeter doorlopend gewapend beton. Naast de autoweg aan de afrit De Pinte werd een groot terrein ingenomen om de betoncentrales op te stellen. Dumpers voerden onophoudelijk puin van de afbraakwerken aan. Intussen werden ook verschillende breekwerven opgesteld en die verwerkten het puin tot materialen die opnieuw in de fundering gebruikt werden. Niets gaat verloren. De breekwerven hebben het COPRO-certificaat, een garantie dat de hergebruikte de producten volwaardig zijn. Eigenlijk net zo goed als nieuw. De E17 is een gigantische werf. De tijd loopt en de einddatum nadert snel. We hebben ook een voorstel gedaan om de werken uit te voeren, de termijn te verkorten met 2 maanden. En dit door een wijziging in de planning en door een meer inzet van mensen, materieel en onderaannemers gedurende 24 op 24, verlof, weekends, alles inbegrepen. Een andere zaak is natuurlijk de eer voor gans ons bedrijf en de bedrijvengroep die dus eigenlijk wel de deadline wenst te halen, ook in het belang van het comfort van de weggebruiker. De asfaltcentrale van Stadsbader in Doornik startte midden in de nacht op om tegen de ochtend voldoende asfalt op de werf aan te voeren voor de tussenlaag. Stadsbader produceert asfalt- en betonsamenstellingen onder extern gecertificeerde labels en voert voortdurend kwaliteitstesten in het labo uit. De labo's en R&D-afdeling van Stadsbader staan ten dienste van alle werven voor advies en kwaliteitscontrole. Ik ben bijzonder blij dat de aannemer en het agentschap Wegen en Verkeer zeer goed samengewerkt hebben. Er was bijzonder veel aandacht om de hinder voor de weggebruikers zo klein mogelijk te houden. Dus ik denk dat het hier echt wel een voorbeeld is van samenwerking tussen de overheid en de aannemer. Stadsbader legt asfaltverhardingen voor openbare en private bouwheren en levert hoge rendementswerken voor autosnelwegen, luchthavens, containerterminal, industrieterreinen, stelplaatsen en parkeerterreinen. Het bedrijf is tevens actief in PPS-projecten. Dat zijn publiek-private samenwerkingen.
Voor de R4 in Gent geeft Stadsbader samen met haar partners een 30 jaar lange garantie. Stadsbader bouwt betonconstructies, bruggen, tunnels en kokers, ter plaatse gestorte industriële betonwerken, zoals funderingszolen, kolommen en balken, vloerplaten voor binnen en buiten, boven- en ondergrondse constructies voor rioleringen, bufferbekkens en waterzuiveringsstations. Wegenbouw en grondwerken werd een grote diversiteit aan andere activiteiten ontwikkeld. Stadsbader Bouw werkt totaalconcepten uit voor industriële bouwwerken en tankstations van A tot Z of turnkey. Tankstations met shops en restaurants die bij knockdown en rebuild op zo'n 10 werkweken herbouwd worden en waarbij de veiligheid voorop staat. Stadsbader Bouw trekt industriële complexen en gebouwen op in staal, beton, hout of een combinatie. Na het opmaken van de detailstudie en een doordachte planning worden eigen en onderaannemers vastgelegd en in het bouwproces ingeschakeld. Het opleveren van het bouwwerk binnen de vooropgestelde lijnen is de uitdaging die we voor alle markten en sectoren aangaan. Budget als timing kunnen bij een realisatiesleutel op de deur perfect gevolgd worden. Stadsbader bouwt school- en kantoorgebouwen, industriële ateliers, winkelcomplexen, inclusief parking, wegenis en omgevingsaanleg. Aan het kanaal in Vilvoorde werd de oude industriële site eerst gesaneerd en heeft de herwaardering een nieuwe fraaie woon- en leefruimte gecreëerd. Stadsbader Milieu voert bodem- en grondwatersaneringen uit voor overheidsinstanties en ondernemingen en heeft al honderden saneringen uitgevoerd. Voor elke bodemverontreiniging biedt Stadsbader de meest geschikte saneringstechniek aan. Van klassieke ontgraving tot de meest innovatieve technieken. Ter plaatse worden mobiele saneringsunits opgezet om het grondwater te zuiveren en die worden van op afstand bestuurd. Stadsbader exploiteert in Harelbeke een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven gronden en een centrum voor grondreiniging, erkend door OVAM. Het grondcentrum stockeert alle niet gevaarlijke uitgegraven bodems en reinigt vervuilde grond- en baggerspecie. De vestiging van de groep Stadsbader is in Harelbeke. Het bedrijf heeft zo'n 800 medewerkers en is elke dag actief op een 80-tal werven in Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk. Stadsbader heeft 7 vestigingen, waarvan 4 asfaltproductiesites en 3 betoncentrales geografisch gespreid. De site in Doornik ligt naast de kalksteengroeven, waar de primaire grondstoffen onmiddellijk verwerkt worden. De asfaltcentrales in Puurs, Grobbedonk en Kalo liggen aan autowegen en kanalen voor een efficiënt transport en snelle aanvoer. De firma Dex in Dessel behoort tot de groep Stadsbader. Naast de bouwactiviteiten is er ook de afdeling Dex Elektromechanica. Permanente uitdagingen zijn veiligheid, minder hinder, slagkracht, flexibiliteit en kwaliteit voor de realisatie van onze projecten en stabiliteit voor ons team. De groep Stadsbader werd in 2010 uitgeroepen tot grootste groeier van de voorbije 5 jaar in hun sector.